Ja, vorige week testte ik positief. Ja, is niet gek, denk ik, als je 100 keer zo'n wattenstaaf in je neus krijgt. Abdou Haroui, een van de doelpuntenmakers. 6-0 tegen ADO. Ja, by far denk ik jullie beste wedstrijd van het seizoen. Ook ooit jouw beste wedstrijd wat betreft Sparta in de Eredivisie? Ja, dat weet ik niet. Maar in het collectief was het zeker onze beste wedstrijd. Ja, in de tweede helft vallen dan al doelpunten. In de eerste helft waren jullie ook al beter, hè? Toen schortte het eigenlijk aan de afwerking. Ja, we controleerden de wedstrijd goed. En wat jij zegt, moesten we meer goals maken. Dat heb ik wel vaker gezegd. En ja, dat hebben we de tweede helft heel goed gedaan. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd in de kleedkamer. En dat hebben we de tweede helft laten zien. De grootste verrassing in de opstelling vond ik, en ik denk de meeste, dat jij zou spelen. Afgelopen vrijdag zei Henk Vreese, is er niet bij. Omdat je last had van corona. Hoe is het gegaan dat je uiteindelijk vandaag wel kon starten? Ja, ik ben vrijdag ben ik negatief getest. Dus ja, dan mag je gewoon in principe spelen. En dan is het aan de trainer of hij me opstelt, ja of nee. En ja, dat het een verrassing is, begrijp ik wel. Dat ik natuurlijk negatief testte ook. Het is altijd een afwachting of je nou positief of negatief test. En ik was negatief, dan mag je gewoon spelen. Ja, want je hebt weliswaar niet kunnen trainen. Wat voor week was het? Want bij jouw Jong Oranje zat je. Daar werd je uiteindelijk positief getest. Wat voor week is het voor je geweest? Ja, vorige week testte ik positief. Ja, is niet gek, denk ik, als je 100 keer zo'n wattenstaaf in je neus krijgt. Maar ja, dan moet je gewoon de regels volgen. En dan is het gewoon inpakken, wegwezen. En ja, de jongens in de groep van Jong Oranje even melden dat je corona hebt. En dat je het jammer vindt dat je niet erbij bent. En gewoon veel succes wensen. En dan ga je naar huis. En dan zeg je dat even, ja, ik woon wel op mezelf, dus ik hoef aan niemand te verantwoorden. En ja, gelukkig heb ik een loopbandje thuis, wat gewichten. Dus gewoon, ik zorg ervoor dat ik zelf gewoon fit was, mocht ik negatief testen, weet je, en dat is gebeurd. Want jij had verder geen klachten? Nee, ik had geen klachten, nee, gelukkig. Deze wedstrijd, hè? Ja, je weet allemaal wat er deze week is gebeurd met een icoon van Sparta, Pim Doesburg. Hebben jullie nog tegen elkaar wat gezegd voorafgaand? Natuurlijk die indrukwekkende minuut stilte van we doen het ja, voor hem. Of wat is er gedaan? Nee, ja, we hebben er wel natuurlijk over als ploeg zijnde. En ik denk dat heel veel jongens met me wel tegengekomen zijn hier. Ik zelf ook. Hij was goed met de jonge jongens. En ik praatte wel af en toe bij hem als ik hem zag bij de lift of hier beneden. En dan hadden we het over de wedstrijden. En hoe die, ja, wat hij ervan vond en van wat er bij mij beter kon. En ja, het is ook een mooie eerbetoon vandaag voor Pim. Ja, was een gedreven man. Je hebt hem weliswaar waarschijnlijk nooit als voetballer gezien. Ja, misschien op beelden, maar je kent hem dus hier van Sparta. Ja, ik ken hem niet zo heel goed, maar als ik hem zag, dan ging ik wel af en toe met hem praten. En dat ja, vond ik leuk. Hey, jullie winnen nu 2 wedstrijden op rij, waardoor jullie omhoog kunnen gaan kijken. Jullie hebben als spelersgroep volgens mij wel altijd de rust bewaard, hè? De buitenwereld deed dat niet. Moeilijk programma, maar jullie stonden onderaan in de onderste regionen. Heb je wel het idee dat jullie daar nu weg zijn en ook weg blijven? Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. En wat jij goed zegt is dat we altijd de rust hebben behouden. En dat komt omdat we elke wedstrijd gewoon per wedstrijd, elke week per wedstrijd kijken. Dus ja, vandaag was het ADO. Moesten we winnen, belangrijke wedstrijd. Vond ik ook dat we iets recht te zetten hadden. En ja, volgende week is PSV. En dan moeten we zorgen dat we het vertrouwen en het vertrouwen van vandaag mee kunnen nemen naar volgende week. Ja, moet PSV zich zorgen maken naar vandaag? Ja, we zijn een gedreven ploeg en ik denk dat het elke team lastig kunnen maken.